Goedemiddag iedereen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En in de vorige aflevering zei ik dat ik jullie het een en ander wou laten zien wat helaas niet in onze main wereld gespand is. Dus daarom heb ik jullie heel eventjes weer teruggebracht bij het titelscherm. Als wij weer teruggaan naar ons karakter en wij gaan dus niet naar Let's Play. Ik heb een nieuwe wereld aangemaakt zoals ik al zei, dat is een medium world. Hopelijk tot het crimson is. Ik heb eventjes gekeken met een ander karakter. Het is een crimson biome, dus deze wereld kan blijven bestaan. En daar wil ik jullie heel eventjes in meenemen om dus zeg maar naar zo'n boom te gaan. Nou, gelukkig weet ik al waar dat zo'n boom zit. Dus deze wereld heb ik al een beetje, zeg maar, geëxploord. Met een ander karakter die een stuk sneller is. Er zijn een paar regels als we deze wereld in gaan. Want je ziet dus dat je al je items meeneemt. De regels zijn, alle kistjes die we vinden op de speciale kistjes waar we eigenlijk dus, zeg maar, dit voor maken. Zoals bijvoorbeeld het boomkistje waar ik het gisteren over had. Alle kistjes mogen we niet openmaken. De crimson die... Daar komen we nu toevallig al... Dus we mogen niks uit de houten kistjes pakken, we mogen hier niks uit de gouden kistjes pakken, we mogen hier niks uit de waterkistjes pakken, we mogen hier niks uit... Kijk, daar bijvoorbeeld zit een kistje, mogen we niks uit pakken. Dus gewoon een houten kistje, die negeren we gewoon. Dus dit is alleen maar puur om te laten zien hoe dat de crimson eruit ziet, wat de crimson baas is, want de crimson en de corruptie hebben dus allebei verschillende baas. Geen zorgen, we gaan terug naar onze gewone wereld. Maar ja, bij sommige punten is het dus zeg maar ook gaaf om te laten zien hoe dat zo'n wereld er nou precies uitziet. Dus zoals je ziet met je karakter neem je dus je equipment mee. Dus alles wat we hier zouden oppakken nemen we mee naar de Let's Play. Vind ik zelf een beetje als cheaten beschouwend. Dus vandaar dat we hebben de regel. Hier mag niks, maar dan ook niks van de kistjes die we net hebben opgenoemd gekozen worden. Dus ja, dit is de crimson zoals je ziet. Iets vriendelijker, iets makkelijker om dus zeg maar voorbij te lopen. Heeft andere vijanden, heeft ook een andere baas. Maar ja, de baas, daar zijn we nou hier ook niet voor. Hallo slime. Nou, lopen we weer door een jungle heen. Hartstikke gezellig. Maar die baas, de drops van die baas mogen we dus wel meenemen op het moment dat we die baas gaan verslaan. Maar dan zal ik jullie dus natuurlijk vertellen van, hé jongens, we zitten nou in deze wereld. En dan krijgen jullie dat ook van tevoren te weten. Dus ja, vijanden, alles wat ze droppen, dat nemen we wel gewoon mee. Want ja, we verslaan ze legit. Dus mochten we een pet bed tegenkomen, of een pet bed. Ik bedoel, een banner van een bed. Ja, van een zeritant. Dan, falling damage, lekker. Dan weten jullie in ieder geval hoe en wat. En ik zie daar weer een kistje, maar die kistjes mogen we niet openmaken, want dat was onze regel. Er is maar één kistje die we hier nou op dit moment open mogen maken. En daar lopen we nou dus zo snel mogelijk naartoe. Ik vond het toch heel even belangrijk om dat toch uit te leggen. En ja, ik vind het echt raar, want dit is een medium wereld. Die is dus kleiner, zoals je ziet. Deze is kleiner als de wereld waar wij normaal gesproken zijn. NPC's zijn hier ook niet belangrijk. We gaan hier ook geen huis bouwen of iets. Hier gaan we alleen maar naartoe om de crimson te laten zien. En dus in dit geval ook de boom waar ik het over had die in onze wereld niet gespawnd is. Waar ik nog steeds van baal. Want in die boom daar is namelijk iets heel erg belangrijks te vinden. En die boom, daar zijn we nou heel dichtbij. Dus zeker handig om dat heel eventjes te laten zien. Dus als ik nou heel eventjes snel doorloop, dan komen we nu denk ik... Heel misschien. Ja, Fiverr die is ook gewoon meegegaan naar deze wereld. Die denkt bij zijn eigen, ho eens eventjes. Ik ben de ster van deze Let's Play. Dus ja, ik ga overal mee naartoe. In ieder geval, hier zijn we bij die boom. Nou, de boom die zal er altijd zo uitzien met een pad naar beneden toe. En als we daar dan naar beneden toe gaan, hartstikke donker, dat wel. Dus als we hier naar beneden toe gaan, kunnen we hier zeg maar, vinden we een deur. Ik neem die deuren mee, scheelt weer hout. Dus hartstikke handig. Hier ook eventjes. En er zit nog een deur. En er zitten dan twee living wood tafeltjes. Twee stoelen en een living wood table. En als we hier dat kistje... Dit is het kistje wat we dus wel weer mee mogen nemen. Dan zul je altijd zien dat daar een leaf wand in zit. En living loom. Nou, wat dat doet, laat ik jullie zien in onze eigen wereld. En dit kistje, wel, ja, ik ben bang dat hij niet in onze wereld is gespand. Dus daarom neem ik hem gewoon mee. Ik zie jullie in de Let's Play wereld. Home sweet home. Wat ben ik blij dat ik weer thuis ben. Nou, hier zijn we dus zeg maar bij ons eigen huisje terechtgekomen. En nou hebben we dus de living loom. En als het, zoals het al zegt, used for special crafting. Als je hout bij je hebt, kun je met deze dinges, met deze loom, kun je dus zeg maar speciale dingen craften. Zoals living furniture meubels. Zoals een living door, wood table... chair, zelfs een badkuip als je zou willen, lantaarn. Je hebt heel veel verschillende dingen, je kunt zelfs een workbench maken, zoals we hier een workbench hebben. Je kunt het helemaal zo maken en van dit materiaal was ik eigenlijk ook van plan om ons huis te maken. Speciaal voor Fiverr, omdat Fiverr voelt zich nogal fijn en veilig in een houten huis. En daar wou ik dan een speciaal houten huis van maken. Enigste probleem is, ik heb ook heel erg veel, wooden beam? Living wood wall heb ik nodig en daarvoor...
heb ik dus... Oké. Dus ja, we hebben heel erg veel hout genodigd. Daar ga ik voor zorgen, zeg maar, dat we het offscreen hebben. Wordt een bouwaflevering morgen, niet vandaag. Dus wat ik vandaag wel eventjes snel wil doen, is onze tweede verdieping van hetzelfde materiaal maken. Omdat, ja, ik wil meer NPC's kunnen hebben. Dus we hebben een NPC gevonden en die heeft nog geen huis. Dus heel erg belangrijk om voor hem dus ook een huis te maken. Dus kan ik heel eventjes laten zien hoe dat materiaal eruit ziet en noem het maar op. Maar zoals altijd doen we dat in de Sake of a Fast Forward. Omdat, ja, morgen wordt al een bouwaflevering. En vandaag zouden we focussen op de corruptiewereld. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dus, ja, ik doe heel eventjes offscreen mijn inventory even legen. En dan gaat de Fast Forward beginnen. Dus ik geef me even een seconde. Nou, ik had het voordeel dat mijn inventory al behoorlijk leeg was. Dus, sorry. Maar goed, wij gaan dus heel eventjes snel beginnen met het huisje te bouwen. Volgens mij is het van Leaves of Wood. Nee, Leaf One. Please, Leaves. Ja, van Leaves. Dus, maakt niet uit. We gaan er gewoon een huisje van maken. Dus, zet de fast forward maar in. Zo, nou, dat is ondertussen weer gedaan. Dit is dus zeg maar ons Leafwood verdieping voor onze NPC's. Dus als ik me niet vergis... Oh, oeps. Verkeerde knop. Als ik me niet vergis kunnen we dus nu onze extra NPC's die we hebben gevonden, die staat er niet tussen. Moet ik nog een keer even langslopen. Komt wel goed. Maar goed, onze NPC's zeg maar, die kunnen dus zeg maar weer spannen, kunnen nieuw komen. Nou, aangezien dat we weer nieuwe huizen hebben waar dat ze zeg maar in kunnen leven. Dus voordat wij richting onze wereld gaan, zeg maar, langs de corruptiewereld, wil ik heel eventjes toch even de comment voor part 2 ophangen. En op het einde van de aflevering komt dan de comment van part 3. Tot we toch een beetje, zeg maar, inlopen weer op de comments, dat we niet, zeg maar, zo'n delay hebben van zo'n lange tijd. Want echt serieus, deze comment is een week geleden gepost. Dus ik ga wel eventjes... Heb ik mijn science wel bij me? Nee, geef me een seconde. Oké, nou, de tweede comment. Daar gaan we... We plaatsen hem hierboven weer neer. Zoals we weten, de eerste episode. Dus dit wordt episode 2. Dus dan zijn we gelijk episode 2. En ik heb het onder de Ctrl-V knop gedaan. Dus dat doe ik heel eventjes netjes zo. Dat is dus zeg maar van Roxanne Plateau. En die had dus geschreven, dat verdient een duimpje omhoog. Het enige nadeel is, ik kan hier dus niet terug. Dus ik moet heel eventjes, dat verdient een duimpje omhoog. Ken ik ook zelf wel typen, dus even kijken. Dus die had geschreven, dat verdient een duimpje omhoog. Zo. Ik denk dat dat de hele comment was. Even nog één keer even controleren. Met een uitroepteken, oké. Dan zetten we die uitroepteken er ook nog heel eventjes netjes bij. We doen alle comments doen we gewoon heel erg netjes zoals dat ze zijn, netjes geplaatst zijn. Roxanne, heel erg bedankt voor de leuke comment die je hebt gestuurd. Je bent nu dus geselecteerd voor misschien de giveaway. Laten we we zien hoe dat het balletje verder gaat rollen. Goed, nou, tijd voor wat spanning. Wij gaan nu naar de corruptiewereld toe. Dat lijkt me nou echt eigenlijk best wel heel erg spannend. Waar is Fiverr? Oh, daar ben je. Je zat gewoon een beetje sneaky te spelen tussen een andere konijn, zodat ik je niet kon vinden, hè? Dat heb je gewoon expres gedaan, of niet dan? Een beetje plat praten, waarom ook niet? Dus, nou, zoals ik al zei, we zitten dus weer terug in de Let's Play wereld, zoals jullie al lang door hadden, hoop ik. Wacht eens eventjes, ik heb nog wat bommen nodig. Upsie! 10 bommen? Daar red ik het nooit mee. Gast, hoe duur zijn die bommen bij jou? 3 zilver. We doen het met 30 bommen. Laten we het met 30 bommen doen. Oh, ik kan trouwens nog even ping, extra manen maken. Had ik nog meer materiaal dat ik even extra manen kon maken? Ja, ik kan er eentje misschien maken. Doe maar. Gewoon doen. Wie weet wat we in die corrupte wereld vinden. We hebben nog 1 sterretje nodig, dus ach. We hebben in ieder geval 4 sterren, dat is al meer dan genoeg. Het is dag geworden, maar dat houdt de... Dory. De timer die slaat er al altijd af, daar word ik niet vrolijk van. Maar het maakt niet uit of het dag of nacht is. De corruptiebiome blijft gevaarlijk. En daarom loop ik ook gewoon recht een slime in, omdat het gewoon kan. Nou, ben ik blij, want wat ik ook uit wil leggen in deze aflevering is dat er kunnen dus zeg maar random evenementen plaatsvinden. Zoals ik al zei, als je 200 health hebt, dan kan er dus zeg maar automatisch een Eye of Cthulhu spannen. En dat is nogal gevaarlijk. Dus dat willen we niet. Nou, we moeten dus nou heel voorzichtig zijn om dus hier naar beneden toe te gaan.
En niet naar beneden naar onze doom te vallen. Deze stenen, die kunnen wij nog niet mijnen. Dus ja, je kunt het wel gaan proberen, maar dan heeft je nut. En dit is een doodlopend eind. Fijn. Maar zoals ik dus probeerde uit te leggen, zo zijn er dus zeg maar meerdere evenementen die plaats kunnen vinden. Ja, ik ben gewoon naar de volgende toe gegaan. Ik bedoelde uitklimmen. Alleen als het spannend is, laat ik het zien. Want anders wordt het wel heel erg langdradig. En dit is echt een doodlopend eind. Jee! Maar zoals ik dus probeerde te vertellen, dus ja, over de speciale evenementen. Er is dus elke avond kans op een gevaarlijk evenement wat dus plaats kan vinden. Bijvoorbeeld elke avond is er 10% kans tot er een Blood Moon... Dat was eigenlijk best wel veel falling damage, ik vergat op E te drukken. Maar tot er dus zeg maar een Blood Moon kan gebeuren, waardoor dat er heel veel vijanden spannen. En dat jouw wereld dus niet zo gevaarlijk is als dat die is. Zombies kunnen deuren openen en we hebben het gevonden. Zombies kunnen dus deuren openen en dat is echt niet een goed ding. En er spannen extreem veel vijanden. We kunnen ook een moblin invasie krijgen. Of een goblin invasie moet ik zeggen, niet moblin. Ik speel te veel Zelda games de laatste tijd. En een goblin invasie is dus ook op dit moment nog heel erg gevaarlijk. Maar kan zomaar in één keer gebeuren. En life crystal, ik vind deze nou wel heel erg leuk. Nou, heel veel demon altars zoals we dus zeg maar hier op dit punt zien. Demon altars zoals we weten, daar konden we dus zeg maar land mee maken. Of konden we dus zeg maar een corrupt... Ja, een blablabla. Ik kan niet meer praten vandaag. Daarmee konden we dus een Suspicion Locking Eye mee maken die dus zeg maar de Eye of Cthulhu oproept. Dus en we hebben dus Crisis, The Drive has arrived. Weet je hoe dat je Duits geldt. Maar goed, we zien dus overal van die paarse balletjes onderin zitten. En zoals ik jullie al heb verteld, we kunnen dus niet op dit punt dit steen minen. Daarvoor heb ik de bommen meegenomen. Bommen die zijn er dus heel erg makkelijk om dus, zeg maar, dit soort zooi wel zeg maar, weg te krijgen. En als we die pollen breken, dan kan er nogal gevaarlijke stuff komen. Dus laten we eventjes onze health increasen, een klein beetje, niet te veel. En eventjes kijken hoe ver dat de wereld is. Ik moet zeggen dat er behoorlijk veel liggen, dus daar ben ik wel blij om. Want voor elke bal die je dus zeg maar kapot maakt, krijg je een item. Of een kistje, het ligt eraan. Eens even kijken, wat hebben we hier? Weer een anklet. Feet damage. Oh, we hebben Martino the Painter. Martino the Painter has arrived. Oké, deze die heeft 3 movement speed. Deze heeft... movement speed boeit me eigenlijk niet echt zoveel. Dus laat ik een loot all potion doen. Laat ik even een shine potion doen. YouTube vriendelijk. En laat ik heel eventjes deze meloten heel eventjes afkillen. Waarom ook niet? Nou hoop ik in ieder geval dat we dus zeg maar... Want we gaan in deze aflevering naar baas nummer 2. Ga weg jij. We gaan dus in deze aflevering naar baas nummer 2. En nou hoop ik dus zeg maar dat we die zonder problemen aankunnen. Aangezien dat we dus nog niet echt extreem goede armor of iets in die trend hebben. Dus, nou gaan wij eventjes hier een bruggetje maken. Want ik heb hier geen zin om naar beneden te vallen. Ik weet nog niet eens eigenlijk wat hier beneden zit. Laten we eens heel voorzichtig kijken. Oeh. En. Hoe? Er zit nog een goudkistje? Is dat een goudkistje? En ik laat mijn deur vallen. Er zitten hier 2 gouden kistjes. Magical boomerang. Oh, die is zoveel beter dan de gewone boomerang die we hadden. Oké, daar ben ik blij om. Oké, maak mijn dag goed. Cloud in a bottle. Ook goed. Fractionator is ook heel erg handig om die te hebben. 2 gouden kistjes, man. Daar ben ik echt blij mee. Wauw. Oké, is maar goed dat we hier heel eventjes beneden hebben gekeken wat hier zat. Dus, alleen, kom ik hier nog wel uit? Kom ik hier... Mag ik... Wacht, dan doe ik het gewoon zo. Zigzag! Goon. Voor de Pokémon liefhebbers. Oké, en hop. Uh-oh. Nou ja, gelukkig zit ik onder water. Geef me even een seconde. Ik probeer hier al eventjes over, even uit te komen. En uh-oh. Die beesten zijn gevaarlijk. Ga dood. Dankjewel. Oké. Oh. Oké, fast forward was niet nodig. Ik dacht dat ik hier even zo lang zou stuntelen. Tot we dus zeg maar fast forward... Nou ja, aan de ene kant... Ik ga weer terug naar beneden. Ik bedoel, we kunnen die oor net zo goed al gelijk kapot maken. En ja, bommen kun je dus zeg maar gewoon veilig onder water gebruiken. Zonder dat er dus zeg maar risico's aan verbonden zitten. Dus laten we daar gewoon onze bommen eventjes naartoe gooien. En laten we er dus even voor zorgen dat we daar zo snel mogelijk naartoe kunnen komen. Dus dan hoop ik dat mijn bommenskills goed zijn. Fiverr die controleert heel eventjes of ik goed bezig ben met mijn werk. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Fiverr, dankjewel. Fiverr niet te dicht bij de bommen gaan staan. Dat is gevaarlijk. Oké, nou, we hebben nog maar 1 bommetje hiervoor nodig. Gaan doen.
Vijver, weg daar. Vijver. Goed zo. Hij sprong net op tijd weg, zagen jullie dat? Oké, nou. En dan gaan we dus de hamer, want daarmee kunnen we die dingen kapot maken. En wat krijgen we? We hebben een horrible chill goes down your spine. En we hebben dus een musket gekregen. En een musket is dus heel erg handig, want dat is dus zeg maar een geweer. Het is het zwakste geweer wat we op dit moment kunnen krijgen. Maar ja, een geweer is een geweer. Ik zie jullie even boven aan de top, want het gaat weer heel erg lang duren. Want ik ben niet zo goed in deze klimming gebeuren. Ik had echt liever een wall of een cloud in de bottle gehad. Maar maakt niet uit wat we hebben gekregen. Ik ben blij. Damaged. Min 15% damage. Nee. Simon, the angler, has arrived. Was dat niet degene die we net hadden gevonden, onze questgast? Volgens mij wel. Oh, nou, fijn dat hij in ieder geval is. Oh, nee, 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 nee. Nee. Nee, nee. Ik moet dit zo snel mogelijk dichtmaken, jongens. Ik heb geen zin om meer... Oh, boy. Ik haat jou en alles wat jij bij je draagt. Oh, stomme wormen. Hoi, wil je ook even alsjeblieft uit het spel gaan? Daar ben ik heel erg blij mee. Hebben we hier nog misschien gouden kistjes of iets? Of een hard crystal? Ik bedoel, we hebben hier heel veel shadow orbs, dus dat is alleen maar gunstig. Want des te meer dat we dus zeg maar van die bazen kunnen gaan doen en... Oeh. Een spear statue. Dat vind ik leuk, vind ik leuk. Oké, nou, ik doe heel eventjes met gel, doe ik heel eventjes... Zorg dat onze bommen iets veiliger gegooid kunnen worden. Door dus zeg maar even sticky bombs te maken. En als we die hieronder plaatsen, dan hoeven we ons helemaal nergens geen zorgen over te maken. Want dan exploderen die bommen gewoon zeg maar en dan zitten ze vast. Dus, ja, 3 zal wel genoeg zijn. Niet te lang bij de bommen blijven staan, dat is niet gezond. Oké, ja, deze die doet niet echt veel meer damage dan de eerste boomerang deed. Oké, maakt niet uit. We hebben Malik de Arms Dealer. Malik is heel erg belangrijk. Die ben je echt blij om als dat die komt. Oké, nou, nog een Shadow Warp. Komt maar. Heartband of Star Power. Geeft extra 1 defense. En... increases mana by 20. Wil ik dit gebruiken? Nog niet. Nog niet, zeg ik er even bij. Oké, nou, op het moment dat wij er nou nog één zo'n ding breken, roepen wij dus onze baas op. En ik hoop dat we die baas aankunnen. Ik ben er echt heel erg bang voor, jongens. Ik ben echt... Oké, positieve gedachten. 1, 2, 3. Oh, nou, dat gaat goed. Oké, nou, even mijn touwen erbij, want nou komt dus onze baas. Op het moment dat we die laatste orb breken, komt dus onze baas tevoorschijn. Waarom zit hier een sneeuwspike? Ga weg. Dus ja, het wapen wat ik hiervoor kan gebruiken is dus mijn... Ja, ik kan alleen mijn katana gebruiken en mijn tungsten bow. Ja, echt serieus, jij doet bijna geen damage, joh. Ik ben echt waardeloos. Heb ik nog meer wat ik kan gebruiken? Ik heb mijn health potions. Wat is dit? Guild potion, die is later heel erg belangrijk. Even zorgen dat we goede licht hebben voor jullie. Daarvoor gebruik ik die potions, anders gebruik ik ze nooit. Echt, letterlijk. Ik gebruik die potions nooit. Oké. Here we go. Wat krijgen we ervan? Ruthless Ball of Hurt. En onze baas is gewakker geworden. Ik denk dat hij in een zagrijnige bui is. Oké, ik ga gewoon hier even wachten. Oké. Zolang we onze health potion hebben, hoeven we ons geen zorgen te maken. Oké, daar komt hij aan. Oké, dan gaan we gewoon hier staan. En dan ga ik gewoon met mijn katana lopen slaan. Haha. Dit is dus... Eater of Worlds? Geloof ik dat hij heet? Ja, Eater of Worlds. Die heeft behoorlijk veel HP, kan te splitten in verschillende bazen. En zo willen we hem dus eigenlijk het beste killen. Oh boy. Op zich gaan we nog goed. Hij kan heel veel health droppen, zoals je dus daar al... Oh boy. Het zou fijn zijn als ik een double jump had. Oké, hij komt dan recht naar boven toe, denk ik. Hij komt dan recht naar boven toe. Kom je recht naar boven? Oh, hij komt zo. Hij komt zo, dat was niet slim. Ik denk dat ik een health potion nodig heb, jongens. Oh boy. Oké, nou ben je recht omhoog. Nou kan ik eventjes slaan. Nou ga ik je slaan. Nou ga ik je pijnigen. Dit stom beest. Oh, nou zijn het er 2. Oh, nou zijn het er 2. Blijven slaan, blijven slaan, blijven slaan. Health potion. Oké. 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 Oh, nee, 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 nee. Nee. Dat gaan wij niet doen, jongetje. Dat gaan wij niet doen. We gaan niet zo gemeen worden. Weet je wat? Ik ga heel eventjes weer proberen pijlen op hem te schieten. Zo naar beneden. Oh, dit neemt best wel veel schade zo. Dat is niet slim. Oké. Ik moet wel zeggen dat het niet echt meehelpt dat die vervelende beesten dus... Oh boy. Dat die vervelende... Oh, nee, 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 nee. Dit is niet handig. Oh boy, ik ben dood aan het gaan. Ik ben dood aan het gaan, jongens. Oké, wij kregen wel help terug. Kom op, sterf.
Ja. Hij leeft nog. Oké, dat is het laatste wat hij nog heeft. Kom op. Hij is defeated en we hebben een trofietje gekregen. Yes! Oh, daar ben ik blij om. Oké. Nou zou ik normaal gesproken zeggen van kom, we gaan gelijk eventjes verder met de andere farmen. Maar dat doe ik eventjes verder totdat er dus zeg maar dat we nou een meteor kunnen vinden. Want een meteor kunnen nou spawnen. Dus ik ga heel eventjes veilig naar huis toe en ik zeg eventjes op mijn beurt. Screw dit heel eventjes en we doen ze dadelijk nog wel eventjes farmen. Misschien morgen, ligt eraan hoeveel dat we met de bouwaflevering bezig zijn. Dus we leven nog, wat is dit? Shine, en midden, oh ja, dat is die potion die we gebruikt hebben. Nou, we kunnen in ieder geval een hele nieuwe stuff maken. Hele nieuwe stuff, ja. We kunnen nu dus, nou dat we dus zeg maar dit materiaal hebben, Shadow Scale. Als ik niet meer is, had ik al nog van de resources een beetje over... ja, we hebben die nog en we hebben die nog. Dus zeker handig. Ik doe even kijken bij de accessoires. Had ik volgens mij die andere anklet ook laten liggen. Ja. Doe ik heel even zo swappen. Want ja, 3 movement speed. Misschien dat we die nog ergens voor kunnen gebruiken. Wie weet. Dus ja, daar ben ik tevreden over. De extractinator die mag bij ons... nou, weet je wat? Die zet ik gewoon hier neer. Zeker handig, want daar kunnen we random ores van krijgen. En dan ga ik heel eventjes kijken wat we nou kunnen maken van de spullen die we gemaakt hebben. Dus even Demonite Bars. Nou, dat zijn er weer 36. En als ik dus nu kijk, in plaats van alleen maar een zwaard en een boog en zo te kunnen maken, kunnen we dus nu ook armor maken. Maar de armor, dat is niet echt precies waar ik voor wil gaan. Ik wil de Nightmare Pickaxe. Dat is de geïncreased pickaxe die we dus nu kunnen krijgen. Please, geen slechte. Nee, gewoon default. Oké, daar ben ik blij om. Dus die is ook weer een stuk sneller dan de Golden Pickaxe. Golden Pickaxe kunnen we gewoon weer verkopen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Deze die komt natuurlijk in ons huis. Dus die zet ik eventjes bij onze meubels neer. En als ik even kijk. We kunnen dit armor wel maken. Maar ik ben bang dat ik deze armor eigenlijk ga skippen. Het zorgt voor extra speed als je heel die armor maakt. Zoals je ziet, het geeft een enorme extra defense buff. Die we dus zeg maar krijgen. Maar op dit moment zit ik eigenlijk te hopen op een ander soort armor. Dus ja, ik ga niet voor dit armor, jongens, dat spijt me. Dus wat ik ga doen is, ik ga de comment van de dag nog een keer ophangen van woensdag van aflevering 3. Dus ik ga heel even een sign pakken. Ik bedoel, mijn inventory kleren, dat doe ik straks wel. Zo. En dan ga ik aan onze dinges. En dan pak ik heel eventjes de comment van de dag nog alvast eventjes bij. Dus ik ben terug in een seconde. Oké, nou, ik heb de comment van de dag heb ik er dus bijgepakt. Dit is voor episode 3. En die komt van Random Game Kanaal. En nou hoop ik dat ik dat even goed schrijf. Ik doe heel even snel checken, dus dan hoor je de muziek even weggaan, omdat ik noteer alles. Ja, Random Game Kanaal. En die had dus geschreven... Mij lijkt Terraria een heel leuk spel. Eerst leek het me super saai, maar door alleen het begin van jouw Let's Play lijkt het me echt leuk. Nou, Random Game Kanaal, zeer bedankt voor die comment. En ik vind het fijn dat je Terraria heel erg leuk vindt. Ik heb voor sommige mensen gehoord dat ze het een beetje een mindere Let's Play vinden. Maar ik ben heel blij met deze reactie. En hopelijk dat ik andere mensen ook nog op andere dag gedachten kan brengen. Zo niet, ik kan helaas niet iedereen blij maken. Dus, met dat gezegd te hebben, ik dank jullie natuurlijk voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we beginnen aan ons eigen huis. Wat dus een gras... Ja, een gras houten huis gaat worden. Speciaal voor onze Fiver natuurlijk. Omdat Fiver moet zich natuurlijk wel een beetje thuis kunnen voelen. En ik denk dat ik dan een beetje ieder op soort farmen gebeuren. Dus ik hoop jullie dan te zien. Natuurlijk gaan we ook eventjes hopen dat er snel een meteor zal vallen. Want ik zag net dus zeg maar iets gebeuren. Ik zag een tekst in beeld komen, maar ik kan dus niet meer zien wat voor tekst dat het is. Dus dan moet ik heel eventjes in de recording weer terugkijken. Dus ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Laat het weten in de reacties. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En tot morgen. Doei!